Een hele tijd geleden waren er twee dames die de hele nacht wakker waren en andere mensen opzweepten om ook de hele nacht wakker te blijven. Nee, het was geen feest, het was een actie, de klimaatwaak in Meppel. Mevrouw De Vlieg en mevrouw Van Diepen staan hier naast mij. Fijn dat u bij ons wil zijn om een klein beetje erover te vertellen. Zijn jullie al een beetje wakker geworden? Nou, zeker. Het is ook een poosje geleden. Hè? We hebben wat kansen op bijslapen gehad inmiddels. Ja, heel goed. Want wat waren een beetje de reacties van zo'n nacht wakker zijn? Iedereen vindt het toch wel bijzonder dat je een hele nacht wakker blijft omdat je aandacht wil voor een beter klimaatbeleid. En ja, dat was het ook. En u zegt, wij blijven een nacht wakker voor aandacht voor een beter klimaatbeleid. Hoeveel aandacht is er geweest? Ja, best wel veel. Natuurlijk vanuit onze eigen groep. We hebben sowieso met best wel veel mensen de waken gehouden. Dus we hebben nooit alleen gezeten bijvoorbeeld, of in ieder geval geen lange tijd. Ja, en het heeft de kranten gehaald. Nou, jullie hebben er aandacht aan besteed, dus dat is fijn. Ja, want u zegt aandacht voor een beter klimaatbeleid in de wereld. Laten we eens kijken naar Meppel. Hoe is het gesteld met het klimaatbeleid in Meppel? Meppel heeft een ambitieus doel. Hè. In 2040 wil Meppel klimaatneutraal zijn. Dat is heel belangrijk, maar we weten niet goed hoe goed we op weg zijn. Dus er is wel nog echt iets nodig. Ja, want u bent er veel mee bezig. Ongetwijfeld, hè, u blijft er een dag voor wakker, dus u weet er veel meer van dan de gemiddelde Meppeler. Hoe belangrijk is het dat de Meppeler weet hoe het is gesteld met het klimaat? Dat is heel belangrijk. Want vroeger hadden we het over smeltende poolkappen, maar nu hebben we ook een sinkhole gehad in de buurt van het station in Meppel. Maar ja, ook een ondergelopen supermarkt in Nijenveen en kruipruimtes die vol water stonden. Ja, het is echt heel belangrijk dat we die klimaatproblemen aan gaan pakken op een manier die prettig is voor inwoners. Bijvoorbeeld door te isoleren. Ja, nu weten veel inwoners niet hoe ze dat aan moeten pakken en dat is echt belangrijk dat we dat op gaan pakken. Wat zijn nog meer een paar dingen die de Meppeler eigenlijk al kan doen om een beter klimaat in Meppel te regelen. Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Ja, wat nu niet iedereen weet is dat ze vanuit de gemeente en de provincie €50 kunnen krijgen voor direct besparende maatregelen. Dus bijvoorbeeld als je LED-verlichting koopt of een waterbesparende douchekop of die folie voor achter je radiator, dan kan je daar €50 voor terugkrijgen. Nou, voor €50 kan je echt al wel een behoorlijke slag slaan in je huis. Nu zijn u beiden al heel erg lang bezig in de politiek, maar ook in uw eigen leven met het klimaat hier in Meppel. U komt beide uit Meppel. Hoe komt het dat er dan nog niks in kaart is gebracht? Ja. Nou, dat vinden wij ook heel bijzonder. We hebben ook een voorstel ingediend als GroenLinks om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad en dat het college aan de slag zou gaan om in beeld te brengen waar we staan. Maar onder andere de coalitie wilde daar niet in mee, dus dat weten we nu nog steeds niet.